We zijn inmiddels toegekomen aan het laatste stukje waarin we het hebben over jouw muziekkeuze. Vertel eens, Fius, wat heeft je bewogen om deze platen te kiezen? Dankjewel, Jan. Het is toen je mij vroeg van wat zijn de onderwerpen waar je het over wilt hebben, had ik dat betrekkelijk snel opgeschreven. Dan moest ik nog ook nog wel over nadenken, maar dat had ik binnen een uur had ik dat opgeschreven. Oké, dit is de hoofdlijnen waar ik het heel graag met Jan over wil hebben. Ik heb werkelijk de muziekkeuze, daar ben ik een dag op aan het worstelen geweest. Dat vind ik echt enorm moeilijk. Ja. Ik begin met Papa. Dat is ook het nummer wat ik 4 jaar geleden bij jou aangevraagd heb. Toen ik bij jou op bezoek mocht zijn. Inmiddels leeft mijn vader niet meer. Dus dat nummer moest zeker op de lijst komen. Ja. Bryan Adams, The Summer of 69. Toch ook wel ingegeven door mijn collega's Vincent en Dennis. Een lekker swingnummer. Past bij de dynamiek van het bedrijf waar we in zitten. Uh-huh. En vandaar ook dat die op de lijst terecht is gekomen. Zij gelooft in mij. Dat is toch ook wel iets een stukje eerbetoon naar mijn vrouw. Die toch maar elke keer weer mij in staat stelt om te doen wat ik doe. Dus Marian, dank je wel daarvoor. My hometown, Bruce Springsteen. Dat gaat terug naar mijn jeugdjaren. De Bos. Dat was ik, als ik al ergens fan van was, dan was ik fan van Bruce Springsteen. Claudia de Breij, een liedje wat door een cabaretier dan toch zo serieus neergezet wordt. Ja, het is geweldig. Jullie zeiden het straks ook al, het meest aangevraagde nummer in de businessclub. Ja. Begrijp ik ook en vind ik een fantastisch mooi nummer. Mm-hmm. De kracht van uw liefde. Ik ben christen. En ik was ook op zoek om dat ook te laten blijken. Hier. En ik vind de liefde vind ik echt iets heel wonderbaarlijks. Dus ik was op zoek naar een nummer om dat te beschrijven. En nou ja, dit nummer, deze opwekking 488, dat gaat over de kracht van Gods liefde. En als wij toch maar eens in staat waren om zo liefdevol met elkaar om te gaan. Dat zou onze regio, dat zou onze wereld een stuk mooier maken. Zeker weten. En terwijl jullie nog bij me zijn, dat is... Een nummer wat ik er net al tegen je zei toen de microfoon uitstond. Ik kan dat nummer niet luisteren zonder dat ik zelf een traan in mijn oog krijg. Hm. En dat gaat dan ook over mijn eigen kinderen. We mogen er 3 hebben. En Roeland, Arjan en Colette. En als ik zie hoe snel dat allemaal gaat. Ik zie ze nog geboren worden. En inmiddels zijn het tieners en pubers. En ze vormen zich als persoonlijkheid. Ontzettend mooi natuurlijk. Maar ja, binnenkort dan vliegen ze echt weer uit. En ik mis ze nu al. En dat vind ik vind ik prachtig hoe Ali B dat heeft verwoord in een mooi nummer. Ja. We horen alweer het eindtune komen, zeg. Hey, dat is snel. Maar kort toch nog eventjes. Heb jij nog, weet je nog welk plaat jij vroeger hebt gekocht als eerste? Ik zou het werkelijk waar niet weten, Jan. Ik kan mezelf zover als ik me kan heugen niet eens heugen dat ik überhaupt ooit 1 plaat gekocht heb. Jij luisterde altijd naar de radio. Het was altijd radio. Vandaag de dag zal ook wel met mijn leeftijd te maken hebben. Luister ik veel naar business news radio's om bij te blijven. Mm-hmm. En als ik al wat luister, ja, dan luister ik naar jou. Nou, die ja. Even een teltje hier. En dan. Dank je wel daarvoor. Mooie woorden, Fius. Dank je wel. Dank je wel, Jan. Dank je dat je gast wilde zijn in ons programma. En het is natuurlijk reuze interessant om de ontwikkelingen van... de ontwikkeling van en de bouw en de opening straks van jullie rekencentrum te volgen en te zien. Dus ik zal graag van de partij zijn als jullie de deuren openen. We zullen je uitnodigen, niet alleen bij de opening, maar we zullen je uitnodigen ook bij de eerste paal. Kijk, oh leuk. Zodat we dat zoveel mogelijk kunnen vieren. Nogmaals hartelijk dank dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. Bedankt aan René van Schenkhoff voor de techniek. Volgende week is mijn gast Enrico Chin. Hij is eigenaar van de Orthogroep en hij kent hem vooral van de Stichting World Golfers Nederland. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.